Kijk wie hier zijn. Hallo. Ik had echt magische handen of zo, denk ik. It's very fresh, young. Yeah. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben al even wakker ondertussen. Want ik ga zelfs een facial doen, dus ik ga geen make-up op doen. Want ja, ik krijg een facial bij Bruno Vasari. Jullie weten dat ik nu, ik denk toch al bijna 2 maanden, de productjes gebruik voor mijn gezicht. Dat heb ik al laten zien in de vlog. En ik ben echt zo fan dat ik nu ook een facial eens ga laten doen. En eens kijken hoe het is. Ik ga denk ik mijn haren nu stijlen. En terwijl ik mijn haren ga stijlen, ga ik eens de Coco Clean uit testen. Ik ben heel benieuwd. Dus ik moet dit onder heet water doen. Welke kant is heet? Dan wordt dat dus vloeibaar. Ik heb niet alles gedaan, maar een beetje. Ik denk dat dat genoeg is. En dan moet je 10 milliliter in je mond nemen. Few inches later. 5 minuten zijn al om. Ik ben in het midden van mijn haren stijlen. Het was best wel oké. Okay. Ik dacht dat dat heel vies ging zijn, maar dat is eigenlijk niet. Dus nu ga ik even mijn tanden poetsen. Oil pulling feels really good. Ik gok niet dat na 1 keer al dat bitter gaat zien ofzo. Maar ik weet niet, ik zie het al sinds nu niet. En zeker niet in dit gele licht. Maar het voelt wel echt goed. Het voelt echt heel clean. Ik ben aangekomen. It's a strange feeling in the beginning, but when it starts to become dry, it's okay. It's comfortable. It's very fresh, you know? Yeah. Actually, it's formulated with rice and with rose. Thank you.
The treatment is done, maar ik zie er echt gezond uit. Echt zo heel glowy, healthy. En het was echt zalig. Echt heel goed. Hallo, ik ben terug thuis. Ik voel me echt herboren. Ik ga jullie mijn huid eens laten zien. Terug over hier aan het raam. De huid ziet er zo goed uit nu. Het was echt het zaligste facial die ik ooit al heb gehad. Ik voelde echt super. Die had echt magische handen of zo, denk ik. Het was echt zalig. Maar ik heb nog wat productjes meegenomen van Bruno Vasari. Zoals jullie weten gebruik ik deze twee. Ik zal ze even halen. Deze gebruik ik dus. Deze is zo goed als leeg. Dat is de Lab Division Collagen Booster Power C Peptide Cream. Peptide Cream, of hoe zeg je het in het Engels? En dan gebruik ik ook deze. Dat is een sleeping mask met hyaluronzuur. Dus dat vult uw huid op. En dan gebruik ik deze oogcreme, ook van Bruno Vasari. Ik probeer al heel lang om mijn skincare routine eigenlijk een beetje op punt te zetten. En enkel met deze producten heb ik nu echt wel het beste resultaat. Zoals jullie weten was ik een hele grote Kiehl's fan. Ik gebruik wel van Kiehl's nog soms de Hydro Plump serum. Onder deze doe ik dat dan. Maar niet meer dagelijks. Ik heb het gevoel dat dat niet zoveel voor mijn huid doet als deze producten. Mijn huid is echt heel firm. En heel... ja, zoals ik alles heb gezegd, heel plumpy. En dan heb ik nu nog een paar productjes meegenomen. Ik ga het laten zien. Ten eerste heb ik voor Sam allemaal staaltjes mee van Bruno Vasari. Van de Pure Solutions lijn. Dat is voor voor oily skin. Dus voor meer een vette huid. En Sam heeft redelijk grote poriën hier. En ook meeeters op zijn neus soms. Dus ik had het daarover gehad. En toen zei ze, je moet dit eens proberen en eens testen of dat werkt. Dus heb ik staaltjes meegekregen om dat uit te testen. Daar zal Sam sowieso heel blij mee zijn. Want die wil echt wel zo ook zijn huid wel verbeteren. Dan heb ik de Chianti Vinerin. Viniferin. Ik kan het niet goed uitspreken, denk ik. Nou, dit is alleszins een oogcreme. Maar die kun je ook op je lippen doen. Dus ik ga deze oogcreme momenteel vervangen met deze oogcreme. Misschien af en toe, twee keer in de week, nog eens deze gebruiken. Deze is meer zo voor lijntjes en rimpeltjes rond de ogen. En deze is meer een voedende oogcreme en voor de verkleuring onder de ogen. Want zoals jullie zien, ik heb best wel donkere kringen onder mijn ogen. Zeker de laatste tijd. Ik heb redelijk wat stress met het huis, met de verkoop, met andere dingen. Dus dat zal sowieso wel helpen. Dan moet ik even goed nadenken. Ze hebben het mij heel goed uitgelegd, dus ik wil het ook goed overbrengen. Ook van de Collagen Booster, dus hetzelfde als deze lijn en als deze lijn, heb ik Enzyme Cleansing Powder. En dit is dus een poeder. Eigenlijk, ja, het is nog toe. Maar hier zit altijd één hoeveelheid in eigenlijk, in dit stukje. Dan doe je dat aan je hand. Dan moet er water bij. Dit is een poeder, hè. Dan moet je er een beetje water zo bij doen. Dan wordt dat schuimerig. En dat is om je gezicht te wassen en te cleansen eigenlijk. Dus je schmink eraf halen en dan nog eens goed cleansen. En dan is dit nog de Collagen Booster Clarifying Milky Toner. Ook weer van dezelfde lijn. Omdat deze lijn, de Collagen Booster, mij zo goed bevalt. Omdat mijn huid echt ja, goed strak staat en plumpy is. Wil ik deze lijn ook echt verder proberen. Ik ben heel benieuwd, want ik heb momenteel geen cleanser die ik gebruik. En een toner heb ik echt... denk ooit ene... ah jawel, ik gebruikte dat ooit wel eens van Kiehl's, een toner. Maar ja, niet meer... dat gebruik ik al heel lang niet meer. Dus nu ga ik ook eens een toner gebruiken. En dat is dus voor na de cleanser.
Dus ja, ik ben heel benieuwd om alles te gaan gebruiken. Mijn skincare routine wordt dus twee stapjes rijker eigenlijk. Deze twee. Sam's home. Hey. We zijn nog wel aan het werken. Wat ja. Zijn we aan het doen? Iets belangrijk, hè? Why are you shaking with your passport? Ja, je weet toch wat dat betekent, hè? Dat we op vakantie gaan. Yep, als ik mijn internationaal paspoort nodig heb, dan wil ik zeggen dat er een chique vakantie aankomt. Hè? Yep, want wij gaan eind maart, ik denk 31 maart, vertrekken we. Ja. Naar Amerika! Yay! Met mijn familie, zoals elk jaar eigenlijk. En na 2 jaar gaat Sam terug mee. Yes, ik ben er toch al vaak geweest. Ja. Zes, denk ik. Keer geweest ook. Maar nu is het weer even geleden. Je gaat hem terug mee, hè. Een hele familie is very happy that Sam is coming to us. En me too is al, hè. Ja? Yes, yes. Ik ben ook heel blij dat Sam terug meegaat naar mijn favorite place on Earth. Earth. Sorry, ik moest even lezen terwijl... We zijn nu aan het wachten op Celine en Nick. Altijd moeten we wachten. Dat is niet, hè. We hebben pas over 1 minuut afgesproken. Ja, nog 1 minuut. Nee, maar ik had gezegd dat ze wel later mochten komen, want ik dacht dat jij niet op tijd thuis ging zijn. Ja, ik stuur u, maar jij antwoordt niet. Ik ben altijd en op tijd. En ik las om 7 uur en toen dacht ik, dan gaat hij nooit thuis zijn om 6:30. Maar ja, alleszins, Celine en ik komen zelfs naar hier, want we gaan zaken bespreken. En? Noedels eten. En ik heb honger. Essaki eten, dus. We hebben essaki. Heb je al besteld, essaki? Ja. Ja? Ja, ja. En om hoe laat komen ze? 7 uur. Of een half uurtje, ja. Mm-hmm. Ik heb... teriyaki scampi genomen. Ik heb teriyaki kip genomen. Ah, en ik heb ook edamame genomen. En ik niet, want ik eet mee met u. Dat surprise! Niet, ja. Nee, jij mocht. Ik zal één. Wie is er hier? Voor de schelkens. Ah ja, oké, dan zal ik deze voor de schelkens. Kijk wie hier zijn. Hallo. En we hebben food. Food. Jullie hebben patai kip. En wij hebben teriyaki. Ik heb teriyaki scampi. Ja, je hebt wel serieuze scampi's. Ja, dat zijn altijd zo gambas. Gambas, hè. Gambas, denk ik, hè. Gamba. Ja. Sojeneke nog aan het leeg drinken, zal ik? Ja, ja. Sojeneke. Onze zuiplap. Mm-hmm. Dat kan hem. Maar mijn huid zit er nog altijd. Mag ik iets zeggen over mijn huid? Ja. Mijn huid ziet er nog altijd goed uit. Ik ben echt blij. Het ziet er echt goed uit. Dat heeft me echt wel deugd gedaan. Lekker. We hebben nog de avond doorgebracht met Celine en Nick. Het is nu bijna 11:30. En we gaan slapen. Het was heel leuk met Celine en Nick. Heel productief. Hè, mister? Ja, echt goed. Ja, het was echt wel productief. Kijk er naar uit. We kijken er ook naar uit. Er staan toffe dingen op de planning. Ja. Ja, we hebben grote plannen. Ja, we gaan er nu nog niks over zeggen, want... Dat gaat ook gewoon niet. Dat gaat ook gewoon niet, dat is, ja. Maar binnenkort zullen jullie daar sowieso wel meer van te weten komen als onze plannen in werking gesteld worden. Dat zullen we nog zien allemaal. Maar wij gaan de vlog dus hier afsluiten. Als Sam ook dichter bij de camera komt. Mooi. En ja, wij zien jullie op
Dat is nat, hè. Dat is chill. Allee, jong. Dat is nat. Het is normaal. Was oké? Was oké, ja. Ja? Okay. Maar ik ben moe. Ik ben vandaag echt moe. Ik denk dat ik deze nacht eindelijk, na al die nachten, nog eens echt goed ga slapen. Want ik pieker heel veel s'nachts. Maar deze nacht gaat dat niet zijn. Oké, okay, we gaan de vlog dus afsluiten. Maar allee, jong. Ik kan mijn vlog hier niet afsluiten. We gaan de vlog afsluiten tot morgen. Moet ik nog iets vertellen of zo? Nee. Nee. Zullen we niet nog eens even iets? Nee, we hebben niks meer op. Volgens mij was er toch nog iets. Oh nee. Was niet meer. Ah, dat één misschien. Oh, tot morgen.